Dan kom ik bij agenda punt 12, het benoemen van de twee raadsleden in de regiegroep gezamenlijke rekenkamercommissie. En daar zou ik eigenlijk gelijk willen beginnen met waar we zojuist geëindigd zijn. En u de vraag willen voorleggen of er behoefte is aan bespreking van het agendapunt. En de tweede vraag of er behoefte is aan een schriftelijke stemming. En zo niet of u bij acclamatie kunt instemmen met de benoeming van deze twee raadsleden in de regiegroep gezamenlijke rekenkamercommissie. En dat is het geval. Dan hebben we nu een probleem. Want we hebben 12 agendapunten gehad. Dat is geen probleem. En dan hebben wij nu een schorsing. En het is toch raar om voor zevenen met de begrotingsbehandeling te beginnen. Want daar hebben mensen rekening mee gehouden dat zij om 7 uur voor de begrotingsbehandeling komen. Dus we hebben een wat verlengde schorsing.